Bij whiplash, ik heb een aantal verschillende mensen, uiteraard verschillende mensen, gehad met whiplash klachten. En wat ik beschrijf in het hoofdstuk, ook ja, daadwerkelijk ontdekt zal ik maar zeggen. Ik heb gewerkt met een man die een ernstige whiplash had en was er ook maanden al mee thuis. En toen wij gingen werken, bleek dat hij zo boos was op de aanrijder. Echt, echt. Zo boos en woedend op die aanrijder en hoe stom die was, en dat we daar lang op hebben moeten werken. Maar toen dat hele en vervolgens de hele geschiedenis, zal ik maar zeggen, van de aanrijding, ook de afwikkeling, want er was politie bij en er stonden mensen te staren en te kijken, weet ik het wat. Dus hij had heel veel van die dingen, ook in de rest van die aanrijding. Waar nog heel veel boosheid en irritatie en onbegrip en weet ik allemaal wat op zat. En toen hij dat. En hij was dus echt ziek mee thuis, dus arbeidsongeschikt mee thuis. En toen we dat echt opgelost hadden. Ik heb dan 5 sessies met hem gewerkt, gewoon puur op de boosheid loslaten. Dus vergeven van de aanrijder. Hij wilde er ook niks mee te maken hebben. Die aanrijder die wilde hem opzoeken, maar nou, dat was allemaal niet. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Maar uiteindelijk, toen we dat goed hadden aangepakt en het dus veel milder werd en uiteindelijk echt geen emoties meer had zitten op wat dan ook, welk detail dan ook van die hele aanrijding en de nasleep en de boosheid op de aanrijder, op degene die het gedaan had, was die whiplash echt weg. Was klaar. En hij liep daar al, want hij was toen ik met hem ging werken, zat hij 4 maanden thuis. Maar het was iets van 3 maanden daarvoor begonnen. Dus die man liep al 7 maanden met dit soort klachten rond. Ik heb een andere cliënt gehad. En dat was een vrouw. En daar heb ik eigenlijk heel hard moeten werken aan allerlei overtuigingen rond whiplash. Want die was. Eerst naar de huisdokter gaan en die had tegen gezegd: oh, voorzichtig en meld je maar ziek, want dit gaat allemaal heel erg lang duren. En toen naar een fysiotherapeut en die begon ook helemaal van: oh, heel voorzichtig zijn en dit en dat. Dus die was zo onder de indruk geraakt van al die verhalen die ze te horen krijgt. Dus echt van: oh god, ik heb echt iets problematisch. Uiteindelijk bleek dat het feit dat zij, en die zat ook thuis, ze was arbeidsongeschikt, die had een daverend arbeidsconflict op haar werk. En. We hebben natuurlijk aan die overtuigingen moeten werken en ook aan de aanrijding zelf, uiteraard. Vervolgens heb ik vooral samen met haar gekeken naar dat arbeidsconflict. En toen dat aangepakt was, verdwenen de klachten ook. Dus vandaar dat ik hem ook in het hoofdstuk geschreven heb. Blijf goed kijken wat er nog meer omheen speelt en of het hebben van klachten, dat hoeft niet per se whiplash te zijn, maar het hebben van klachten. Ook een soort oplossing is, of je een soort, ja, noem het maar, excuus geeft om iets niet aan te gaan of om iets te kunnen vermijden of wat ook. En ik heb een derde cliënt die ik wil noemen, was veel jonger, een jaar of 18. En die reed in de auto van haar vader. En kwam in zo'n kopstaartbotsing terecht. En die heeft enorme problemen gekregen met die vader. Want die had die auto even gepakt. Zonder dat goed te overleggen, zou ik maar zeggen. En dat was nogal een dierbare auto, zou ik maar zeggen. Dus ja, goed. Je dochter krijgt dan een aanrijding en heeft heftige klachten. Maar die vader was vooral heel erg boos over de auto die echt volledig in de prak lag. En bij haar speelde haar negatieve kernovertuiging en haar relatie met die vader een enorme rol. Dus daar zijn we lang mee bezig geweest. Ik ben wel 3 maanden bezig geweest. Nou, ik zit anderen aan het werken, dat snap je. 3 maanden bezig geweest met veel huiswerk en heel veel werken aan negatieve kernovertuiging, relatie met die vader en dat schuldgevoel over die auto in de prak rijden. En toen waren de whiplash-klachten ook weer weg. En daar liep ze al lang mee rond. Als ik mij niet vergis, al minstens een half jaar. Al minstens een half jaar. En heel heftig. Ze had daar ook, dacht ze, allerlei geheugenstoornissen van en weet ik veel, allemaal kraag mee. Allemaal dingen, allemaal niet nodig. Dus we hebben dat aangepakt en toen, daar knapte ze enorm van op.
Ook de relatie met die vader is veranderd, want ze is wat steviger geworden, waardoor ze wat minder zich liet onder de indruk brengen, laat ik maar zeggen, over wat paps allemaal van dingen vond. En ze heeft ook besloten om uit huis te gaan en ze op kamers gaan zitten, dus daar is ze ook van opgeknapt. Maar ik wil maar zeggen, we hebben vooral en alleen maar emotionele zaken aangepakt. En die whiplash ging over, weg, geen last meer, niets. Dit even ter ondersteuning als je dit soort klachten wil aanpakken. Succes!